Het ministerie van Volksgezondheid heeft na 6 maanden weer een nieuwe directeur in de persoon van Rakesh Gayadar Shukul. Hij is tijdens de COVID-persconferentie gisteren geïntroduceerd door minister Amar Ramadien. De bewindsman heeft positieve verwachtingen van de nieuwe functionaris. Ik ben ervan overtuigd dat met de aanwinst op het ministerie van Volksgezondheid de zorg verder gestructureerd kan worden, het beleid verder uitgestippeld kan worden. En vraag ik de medewerking en de ondersteuning van de gemeenschap. En u mag rekenen op een stukje beleidsuitbreiding op het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om COVID, maar ook de reguliere zorgvraagstukken. Gayadar Shukul heeft eerder gewerkt bij de medische zending en is bedrijfsarts geweest bij Rosebel Gold Mines. Hij belooft er het beste van te zullen maken en doet tegelijkertijd een beroep op de samenleving om de COVID-maatregelen serieus op te volgen. Ik heb gekozen om wat dichter bij het beleid te zijn. En zo de zorg, de gezondheidszorg te versterken en het beste van te maken als het ware. U heeft het ook gehoord, we hebben de laatste dagen vaker COVID-doden gehad. Dat komt niet zomaar, dat komt omdat we eigenlijk een hoge aantal COVID-positieven hebben. En het is nou eenmaal zo dat een aantal mensen, vooral de mensen die, die behoren tot de risicogroep, die gaan eigenlijk heel ernstig ziek raken en kunnen komen te overlijden. Dus een beroep op een ieder om ervoor te zorgen dat je bijdraagt dat zo min mogelijk mensen besmet raken. Rakesh Gayadar Shukul, de nieuwe directeur van Volksgezondheid, die gisteren werd geïntroduceerd op de COVID-persconferentie. Hij komt in de plaats van Cleopatra Yesrun, die vorig jaar uit onvrede over de aanpak van minister Ramadien haar ontslag indiende.